Hallo, ik ben Amber van P en ik studeer sociaal werk aan de Sociale Hogeschool. En dit is Janne. Ja, ik ben Janne Wouters en ik studeer samen met Amber ook aan de Sociale Hogeschool. Wij zijn begonnen als eerstejaars studenten sociaal werk. En onze leerkrachtpraktijk, Pieter Martens, heeft toen dat project voorgesteld aan ons. Waar we dus een maatje zouden hebben binnen jeugdzorg. Een maat op maat is een atypisch project, omdat er weinig doelstellingen aan verbonden zijn en weinig regels. En het eigenlijk gewoon draait om vrijwilligerswerk. Ik ga met mijn maatje vaak op uitstap. En wij gaan soms winkelen in Leuven of zo, maar wij doen heel weinig activiteiten echt waar zij, de instelling waar zij zit. Weg, maar soms koken wij ook ter plaatse of kijken we een film ter plaatse. Bij mij was dat in het begin meer, we gaan afspreken, we gaan iets doen. En dat was mijn rol, een persoon om mee af te spreken. En nu ben ik ook echt wel een luisterend oor en nog altijd wel iemand om mee af te spreken. Maar ja, dat verandert zo wat door de tijd. We proberen te bereiken dat we een band kunnen opbouwen met die mensen en dat we die hun leefwereld leren kennen. Dus ik denk in die zin dat wij al heel erg geslaagd zijn in onze doelstelling. Ja, en dat was in het begin wel wat moeilijk. Dat was wel zoeken en dan na een tijd vind je die klik wel. En dat is wel heel fijn. We eigenlijk vanaf het begin dat wij wisten dat we genomineerd zijn, hebben we met Pieter besproken dat we sowieso het prijzengeld zouden verdelen onder de organisaties waar wij naartoe gaan. Dus de prijs op zich is niet zo belangrijk voor ons, maar we vinden het wel fijn dat ons project in de aandacht komt.